Wat op die middelbare school, hè, wat ze mij daar wilden leren, bij biologie. Bijvoorbeeld, hè, wilden ze mij gaan leren bij biologie hoe bijna onzichtbare beestjes zich ongeslachtelijk voortplanten op de bodem van de oceaan. Who gives a fuck? Ik kom daar nooit. Doen die rare termen bij Nederlands een onwelvoegelijk voornaamzetsel? Ja, ik weet niet wat het is. Bij geschiedenis dat de Grallamantiërs 6000 voor Christus Grallamatië veroverde onder leiding van Frank. Eigenlijk moet je zo in de geschiedenisles zitten, hè? Als hier mensen zijn die nog op school zitten, je moet zo in de geschiedenisles gaan zitten. Je moet pal voor die leraar gaan zitten, hè? Dan hem recht in zijn gezicht gaan kijken. En dan moet je bij alles wat die leraar zegt, zo zeg, ik waar? Serieus, joh, meen je nou? Zo, nou, daar sta ik van te kijken, zeg. Echt waar? Zo, en dat is allemaal echt gebeurd? Zo, man, boeiend. Boeiend. Ik hang in je lippen. Ga door, ga door. Boeiend. Boeiend. Ja, boeiend, doorgaan. Boeiend. 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 Interessant. Boeiend. Boeiend. Hey, hoe heet het allemaal? Boek? Welk boek? Hey! Ja, man. Wij waren erg op de middelbare school, jongen. Wij waren echt heel erg. We hadden bijvoorbeeld een leraar die zei heel vaak, jongens, kunnen jullie, En dan zei hij dat, zei. En dan zei ik, En die jongen naast mij, jongens, kunnen jullie, En er was ook een leraar die was op een gegeven moment in slaap gevallen. Hadden we met kabels zijn handen bij elkaar gebonden en zo. En toen we van die passers in zijn nek gestoken tot hij helemaal dood was, man. Ja, dat kon in die tijd helemaal nog niet natuurlijk, hè. Nee, zeg. Leraar doodsteken waren ze heel streng op in die tijd. Nee, daar kwam je niet meer weg. Ik zou je zeggen, als je in die tijd de leraar doodstak, dan waren er rapen gaar, hè. Dat wil zeggen, de spreekwoordelijke rapen natuurlijk, hè. Geen echte rapen natuurlijk, hè. Spreekwoordelijke rapen, die waren gaar. Geen echte rapen natuurlijk, hè. Spreekwoordelijke rapen natuurlijk, hè. Dat is een uitdrukking, hè. Dat is een gezegde, dat is een zegswijze. Zo verdrachtelijk, hè. Geen echte rapen natuurlijk, die gaar waren natuurlijk. Tuurlijk niet. Geen echte, spreekwoordelijke rapen, die waren gaar. Maar geen echte rapen natuurlijk, snap je wel, hè. Tuurlijk waren dat geen echte rapen. Dacht jullie dat het echte rapen waren? Tuurlijk waren dat geen echte rapen. Dat is een zegswijze, dat is een uitdrukking, dat is een gezegde. Dat is een manier om iets duidelijk te maken. Maar natuurlijk geen echte rapen die gaar waren. Dan moet je raar zijn, of niet? Echte rapen. Tuurlijk waren dat geen echte rapen. Dat zijn spreekwoordelijke rapen. Die wel. Die waren gaar. Maar geen echte rapen natuurlijk, man. Tuurlijk, echte rapen. Tuurlijk waren dat geen echte rapen. Gaar, man. Alsof die rapen. Dat zou een beetje raar zijn. Die vent die ligt er dood te bloeden en dan denk je... Hey, rapen. Ik kan... Kan toch niet, man. Ik wil alleen maar zeggen... Als je in die tijd zoiets flikte, dan had je de pop aan dansen, dat bedoel ik. Maar geen echte poppen natuurlijk, hè. Poppen kunnen toch niet dansen, man? Ik kan ze laten dansen, man. Mijn tuits kan ze laten, maar dat is toch niet echt, man? Als je ze wegflikt, dan... Dat is helemaal niks, man. Die poppen en die rapen is van hetzelfde laken een pak. Maar dat is... Ja, oké, maar geen echt pak. Geen echt pak van laken. Wie maakt er nou een pak van lakens? Wie? 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 Wie maakt er een pak van lakens? Wie? 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 Zal ik zeggen wie? De Ku Klux Klan. Jawel, maar nee. Die hebben er niks mee te maken. Die worden dan met de haren bijgeslagen. Met de spreekwoordelijke haren erbij. Want als moet eerst die puntmuts af. Dan krijg je maar. Man, denk er toch eens na. Wat denken jullie nou? Jullie dachten dus van, die vent die ligt dan met 30 passers in zijn nek. Helemaal kapot te gaan. En dan denkt iemand, zo, nou, kijk eens wat rapen klaarmaken. Hé. Hallo poppetjes, waar zijn jullie dan leuk aan het dansen? Wat gezellig. Och, daar hebben we de Ku Klux Klan. Kom erbij. Alles moet ik uitleggen. Ik vind het zo vervelend. Het was allemaal in de jaren 80, hè, mijn middelbare schooltijd. Wat een verschrikkelijk decennium. Zat ik daar, man. In een van de kraakpand. Een dun jasje vol met principiële buttons. Zat ik daar een lauwe cola te drinken en te genieten. Van de schitterende muziek van de jaren 80. Shout, shout, let it all out. These are the things that deal is out. Come on. Never gonna give you up, never gonna let you down, never gonna run around and desert you. Gonna... Of nog erger, it's the final countdown.